Welkom bij weer een nieuwe video. Goedemorgen, Robbie. Goedemorgen. Heb je lekker ijsjepyjama aan? En Tim en ik hebben ook ijsjepyjama. Vannacht hebben we heerlijk geslapen op camping Orange Valley. Wat is die toch een fantastische camping. Een lekker schaduwplekje om 7 uur 's ochtends. Nog voor het ontbijt wordt hier al de Tour de France gefietst. De Tour de Romanne. Oink! We zijn weer thuis. Leendert pakt de sausjes voor de hamburgertjes. Want we gaan lekker barbecuen met waterbloem, tomaatjes, mozzarella en goede hamburgertjes. De hamburgerman. Hij wiebelt heel erg hoor. Nee. Maar nog niet genoeg? Nee. Moet ik dan ook helpen met blazen? Ja, met z'n drieën. Met z'n drieën moeten we blazen. Ja. En als dat niet lukt, gaan we mama erbij roepen, oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Even wachten. 1, 2, 3. Kinderen zijn weer een week op de opvang en deze week gaat er ook heel wat gebeuren op de camping, hopelijk. En ik hoop ook dat het dakje vandaag af gaat komen. Het eerste klusje van vandaag is de kruiwagen maken, want hier mist een schroefje en daar mist een schroefje. Daarna kan ik wat zand gaan verplaatsen. Maar eerst de materialen even op orde brengen. Ik ben heerlijk bezweet, je ziet het op mijn shirtje, want ik ben weer met de bosmaaier aan de slag gegaan. Ik kreeg hem niet aan de praat, dus ik heb de aannemer even gevraagd of hij hem aan wil zetten. En dat wilde hij wel. Dus het paadje voor de caravan is weer helemaal mooi. Naar de schommels toe. Maakt de kinderen niet uit, maar ik vond het toch wel even fijn. Als ze een beetje hier bij de schommel goed konden schommelen. Weer een beetje naar de moestuin een toegangetje. Hier ook nog een brede pad naar dit gedeelte van de moestuin. En hier wil ik een beetje langs de bomen iets neer gaan zetten dat we wat schaduwplekken hebben. Ik zag de mannen net allemaal isolatiemateriaal naar binnen sjouwen. Ik denk, wat is dit? Dat hebben we toch helemaal niet afgesproken. Nou heeft de architect, volgens hem, getekend dat er een plafond komt boven de douches en toiletten. Maar ik vond het eigenlijk wel mooi dat het zo open was en zo ruim. Dus ik wil eigenlijk geen plafond. Dus nou, eerst even bij Menno ook geïnformeerd of dat wel kan. Want de architect had allemaal argumenten dan al het vocht in het dak blijft hangen. Dus dat het niet handig is. Menno denkt dat het wel kan. Dus ik heb tegen de bouwer gezegd, geen plafond. De architect zegt, nou ja, je moet zelf weten. Het kan zijn dat straks na de bouw het gebouw niet geaccepteerd wordt. Door de mensen van het regionale bouwdinges. We gaan het zien. Het dak zit helemaal dicht. En het isolatiemateriaal zit er niet in. Dus daar ben ik ook blij om. En je kan dus nog zo lekker naar de nok kijken. Dat vind ik ook wel leuk. Dus zo blijft het mooi. Open en ruim, zonder plafond. Zo wil ik het graag. Er komen nog wel dakplaten op, hoor. De zon gaat er niet doorheen schijnen. Er zat een brief in de brievenbus. En wat staat erop? Lees maar welke naam is dan? Robby, Torben. Nou, Robby en Torben, die voor jullie samen. Maak maar open. Zal ik hem voorlezen? Ja. Ja. Gefeliciteerd met jullie verjaardag. Nee. Of staat dat er niet? Het is papa een grapje te maken. Nee. Dikke kus door de brievenbus. Dag Robby. Ga je mij bellen als de kaart in jullie brievenbus is aangekomen? Huk en kus van oma Rijdelij. Groetjes aan papa. Dag Torben. Zullen we het boek met de voertuigen samen gaan lezen? Huk en kus van oma Rijdelij. En de groetjes aan mama. Hoppa, dit ziet er weer uit als een nieuw klusje. De septic tank gaat gebouwd worden met betonnen buizen. Er moest toch nog een laagje op het dak zo te zien. Er ligt folie op en daar liggen weer allemaal latjes op. Het is toch een klus, hè? Hier hebben we ook alweer een gat van een metertje of 5 voor de septic tank. Zoals in het tweede toiletje staat, gaat zo de
pijp naar de septic tank. Sinds kort eet Torben ook lekker yoghurt 's ochtends. Vind je dat lekker? Ja. Mag ik je mondje nog een keer zien? Ja, die geniet er wel van, hè? Hoppa, oh, je handje zit ook lekker onder de yoghurt. Heerlijk. Ik kan weer oogsten in de moestuin. Ik heb hier net wat paprikaatjes aan deze plant gehaald. En hier ligt een beginnende watermeloen. Ik hoop dat dat wat gaat worden. Het gaat niet zo lekker met de camping. Ik heb een offerte binnen gehad voor de elektriciteitsaansluiting. En om extra werk te doen moeten we nog 6.000 euro betalen. Ja, en het bouwen, het dak, kost ook nog weer een paar duizend euro. Dus ja, we gaan nu al over budget. En er zit nog niks in. Nog geen douche, nog geen toilet, alleen maar de buitenkant. Dus ik ben bang dat we een stop moeten gaan zetten, want zo is niet vol te houden. Maar ja, om mijn gedachten te verzetten, ga ik maar even een taartje bakken. Dat courgettaartje is goed gelukt. De septic tank is weer een stukje verder en er ligt nog een kabeltje bij. Kijk, een zwart kabeltje, die is van het water. En die gaat naar dat blauwe pijltje daar, waar daar water gegraven is. Dus daar kunnen we water van pakken. En hier ligt de septic tank. Woehoe! Na de septic tank ligt nog een hele gul en daar komt een drainagepijp in. En hier, ja, drie buizen met wat gaatjes. Heel benieuwd hoe dat zo meteen geconnected wordt. Of morgen, of overmorgen, of weer een dagje later. Ik dacht even checken hoe de waterleiding ten opzichte van de elektriciteit loopt. En het is gewoon kapot gemaakt. Hier steekt gewoon de elektriciteitspijp uit met een gaatje. Ik ben benieuwd hoe ze dat nou weer gaan fixen. Ik wilde net het hek dicht doen, zodat ik met het volgende klusje aan de slag kon. Komt er een wit busje aan, of ja, een vrachtwagentje. Wat zal die komen brengen? Ik denk een cementding. Nee, geen cement, maar steentjes voor de drainage. Zo ziet de moestuin er op dit moment uit. Bijna geen herkenning meer van plantjes, dat ga ik veranderen. Ik heb vooral een aantal prikplantjes weggehaald en stokken neergezet. En tussen al dat moois zag ik ook iets nog moois liggen. Wow, dit wordt toch al een pompoen, jongens. Woehoehoe. In de geul voor de waterleiding zijn ook wat steentjes omhoog gekomen. Dus die ga ik er even uithalen, zodat we die later bij de decoratie van het huisje kunnen gebruiken. Hier is een lekker schaduwplekje achter de bomen, dus ik ben even het gras aan het opruimen. En dan ga ik straks weer verder maaien, dat we de volgende keer hier een tentje neer kunnen zetten. De kids hebben vandaag hun laatste dag bij de opvang. Ik heb een nachtje op de camping geslapen. Het is een beetje bewolkt vandaag, dus ik ga de moestuin even bijwerken. Omdat we volgende week op vakantie gaan, twijfelen of alle plantjes thuis vol gaan houden zonder veel water. Dus ik ga er een paar hier op de moestuin erbij zetten. Dan komen er hier dan nog lekkere vruchten vanaf. Aubergine, paprika en komkommer. Nou, de oplossing voor deze kabel is om hier het waterpompje neer te zetten. Was die volgens mij toch al op een plan. In een huisje van 1 bij 1 meter. En dan pakken we ook daar gelijk de elektriciteit van. Nou ja, vooruit en waar. Heb het ook weer opgelost. De drainage van de septic tank. Ze hebben eerst steentjes op de grond gedaan. En dan gaat deze zwarte pijp eroverheen. Vanuit de caravan zie je hier allemaal dingetjes. En die wijngaard daar is van de buurman en hij wil een hele tijd dat ik met hem daar naartoe ga om te kijken. En dat ga ik nu even doen. De buurman en zijn vrouw hebben hier 6.000 meter wijngaard.
Dat doen ze allemaal handmatig bijhouden. Knippen, opbinden. Witte druifjes. En vanaf hier kan je ook ons stukje grond heel goed zien. Want hier is de caravan. Aan de boomstammen van druiven kun je vaak zien of ze oud zijn of niet. En deze zijn ongeveer 40 jaar oud. De struikjes dan, hè? Niet de druiven. Hier was een stukje struik. Er was heel veel door de vogeltjes afgegeten. Dus dat betekent dat er meer druifjes rijp zijn. Dus er worden hier nog een paar geoogst. En op een Roemeense wijngaard heb je ook vaak pruimen. Vooral dit omvang. En die zijn hartstikke goed en lekker om tzwika mee te maken. En de buurman heeft ook nog peren. Oh, ze zijn hartstikke lekker. De buurvrouw vroeg of ik ook nog wat tomaatjes wilde. Ja hoor, boem! Hele bak vol tomaten, druiven en peren mee naar huis. Dat wordt smullen. Ik ga de kids ophalen voor de laatste keer opvang. Hierna gaan ze niet meer. Zo meisjes, dat is vol. Van de oogst van de buren en een klein beetje van onze eigen oogst ga ik nu een tomatensoepje maken. En straks gaan we ook nog een perentaartje maken. Want Domme is vandaag 1 jaar geworden. Dus we gaan hem vanmiddag bellen. En dan is een perentaartje wel lekker. Weet je hoe die gaat? Ja. Kijk. Hoppa. Mooi hoor. Het is vakantie. Leendert gaat deze week niet werken. En we gaan ook echt op vakantie. We gaan en kamperen op onze eigen camping. En we gaan naar een huisje met een zwembad. En om te kamperen, wat hebben we daarvoor nog nodig, jongens? Voor tuinen, voor mij en zaklamp. Ja, yeah. Dus we gaan nu zaklampen kopen. Hallo, mama. Lang zal ze leven. De kids liggen op bed. Ik heb mijn 10.000 stapjes nog niet gezegd, dus ik ben even door het bos aan het lopen. Dit was de video voor deze week. Doei doei. La revedere.